Dank u wel, voorzitter. Ja, het experiment met de euro is mislukt. En met dit oordeel bevindt de Partij voor de Dieren zich in goed gezelschap. Een lange rij eminente economen is ons daarin voorgegaan. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz heeft erop gewezen dat er van de belofte van convergentie niets terecht is gekomen. De lidstaten zijn niet naar elkaar toegegroeid. Griekenland en Duitsland liggen verder uit elkaar dan ooit. De euro is geen bindmiddel gebleken, maar een splijtswam. Cijfers wijzen uit dat burgers niet of nauwelijks geprofiteerd hebben van de eenheidsmunt. Ja, we hoeven niet meer in te wisselen al voor we de grens overgaan. Maar hoe groot is dat voordeel als je overal gewoon een pinautomaat hebt? Zeker als je dat legt naast de stagnerende inkomens in grote delen van de eurozone. Veel huishoudens bevinden zich wat koopkracht betreft op het niveau van voor de eeuwwisseling. Met Griekenland als afschrikwekkend uitzondering. Daar zijn de salarissen sinds 2008 met 30% gedaald. Is de economie met een kwart gekrompen. En is de gezondheidszorg nauwelijks nog een schim van wat het ooit was. Met alle gevolgen van dien. Maar de euro heeft niet alleen zijn economische beloftes niet ingelost. De minister spreekt in zijn reactie op de petitie van een gering verlies aan nationale soevereiniteit. Wij zijn een andere mening toegedaan. De euro heeft onze soevereiniteit ernstig aangetast. Zeker sinds de crisis. De maatregelen die genomen zijn om de euro in stand te houden, hebben het nationale begrotingsrecht ernstig uitgehold. Het aangescherpte groei- en stabiliteitspact heeft ons, Nederlandse volksvertegenwoordigers, tot ceremoniële lintenknippers gemaakt van alles wat in Brussel wordt goedgekeurd. Voorzitter, die mening wordt door traditionele politieke partijen nog wel eens weggezet als populistisch. Maar ook hier bevinden we ons in goed gezelschap. Op 18 januari 2013 publiceerde de Raad van State een voorlichting aan de Eerste Kamer. Die precies voor dit gevaar waarschuwde. Het aangeschermde groei- en stabiliteitspact zou onherroepelijk betekenen dat de rol van het parlement, en ik citeer de raad, minder op medebeslissing en meer op verantwoording en controle achteraf zal liggen. Voorzitter, daar weten we alles van. Voldongen feiten. Politiek. De volksvertegenwoordiging heeft het nakijken. Dus de lichtzinnige toon van de minister in reactie op dit burgerinitiatief is dan ook volstrekt ongepast. En wij steunen de oproep van het burgerinitiatief om een parlementaire enquête te houden die de verantwoordelijke onder ede kan horen dan ook van harte. Het was voorzien. André Sas, voormalig directeur van de Nederlandse Bank, was destijds aanwezig bij een aantal kabinetsberaden. En hij vertelde in NRC van 30 mei 2008 dat Lubbers zich herhaaldelijk afvroeg of de politieke autoriteiten wel beseften waar ze mee bezig waren met betrekking tot de invoering van de euro. Ze hebben geen idee, zei minister van Economische Zaken Koos Andriessen. Geen idee. Eigenlijk, voorzitter, zijn we al rijkelijk laat met het instellen van een parlementaire enquête naar de grootste monetaire experiment uit de geschiedenis. Een overhaaste invoering die het karakter had van als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. En omdat dat voor veel partijen een onbespreekbaar thema is, kiezen ze voor de vlucht vooruit. Meer integratie in plaats van minder. Meer machtsoverdracht in plaats van minder. Voorzitter, het is tijd voor een parlementaire enquête. Net zozeer als ik voorts van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.